aankomende tijd zullen wij Supergaande het opnemen tegen YouTubers en artiesten om erachter te komen wie het beste duo is van Nederland. Elke aflevering een nieuwe sport of challenge en natuurlijk maar één winnaar. Is Supergaande het beste duo van Nederland? Of zullen onze gasten ons helemaal kapot maken? Je ziet het in Versus. Faga. Rustig. Faga. Faga. Oh, wow. Gaat een beetje om zo weg. Lekker man, lekker man. We zijn hier in. Waar zijn we? Zeewolde? Volgens mij zoiets. We zijn in ieder geval bij kou. Ja. Het is koud. En wat denken jullie dat we gaan doen? Flyboarden. Ik denk, hij gaat er naar. Dat klopt, ja. We gaan flyboarden. Dat klopt helemaal. Het is koud, we gaan het water in, dus dat is niet leuk. Ja, maar het is niet zomaar een episode, hè? Dit is de finale. Finale. Seizoensfinale. Dat betekent, we gaan hem pakken vandaag. We moeten. We moeten. We moeten, want we hebben aardig verloren. Dus we moeten. Maar, heeft er iemand van jullie ooit gaan flyboard? Nooit. Ik niet. Jullie? Dat is wel jammer. Jullie wel leiden. Nessie kan zomaar iets hebben gedaan. Je ja, maar. Ik heb het wel eens gedaan. Ja? Ja, op vakantie. Als ik verlies. Nee, maar ik zeg niet dat ik goed ben. Ik heb jullie gezegd, als ik verlies, als wij verliezen. Ik kan denk ik wel iets. Ja. En jij hebt ook wel ervaring op een hoverboard. Ja, breken. Laten we ons omkleden en dan gaan we beginnen. Hey, maar het is ook waterscooters. Kunnen we daar niet gewoon een race mee doen, man? Nee, we gaan vrij worden. Oh, ik heb een zieke geest. Zieke geest, vrij van mijn lamp. Oh man, huts. Huts aan neef, zijn we dan? Het is wel eens warmer geweest, maar... Hi, Nessim. Yesin. Aangenaam. Hi. Nessim, Yesin. Yesin. Hey, Cashin. Yesin. Nou, we hebben het koud, dus alsjeblieft schiet op met je uitleg. Wat gaan we doen? We gaan vandaag een supermooie les flyboarden doen. Nou ja, les. Volgens mij gaan jullie het opnemen tegen elkaar. Klopt. Dus, het wordt echt wel een dikke strijd. Ja. Nou ja, ten eerste tegen de kou en ten tweede onderling. Ja. En tegen verstikking, man. Ik ga dood in deze zoom, man. Ik zweer het, man. Ik krijg bijna geen adem meer. Alles zit tegen vandaag. Ja, alles zit tegen vandaag. Wat voor je EP? Ik heb. Ja. Zero tolerance. Oh, weet je wat ook een goede is? Woensdag. Is... Hallo Robert. Woensdag. Woensdag is toch heftig? Kom terug. Hij meent het niet. Ik ga jullie dadelijk uitleggen wat er precies gaat gebeuren. Maar we krijgen van Flyboard Team een hele mooie demo dadelijk. Oké. Okay. Dus hij gaat even laten zien hoe het moet. Het echte werk, laten zien. Goed, hij wordt boos, dus ik zou even opschieten. Ja. Ik ben Bo van Flyboard Team en ik ga jullie zo de les geven om te flyboarden. Maar voordat jullie het zelf gaan doen, ga ik eventjes een klein beetje laten zien hoe de kleine basics moeten. Ik heb een zieke geest. Ik heb een zieke. What the fuck, man? Zieke geest. Ja, applausje wel, man. Dit is wel een applausje waard, man. Tering, hé. Moeselij heeft zoveel spijt van vandaag, want die jij heeft het weg. Dat is niet normaal. Kijk de spijt in zijn gezicht, alsjeblieft, kijk. Je gaat rechtshandig in het water. Klein stukje even van de kant af. Dan is het net alsof je gewoon zoals nu wilt gaan staan. Je strekt je benen onder je, die hou je gewoon zo gestrekt mogelijk. Ja, inderdaad, precies een beetje overdreven. Hey, werkt het als je gewoon goede kuit hebt? Heb je dan een voordeel? Ja, hij heeft echt paardenkuiten. Weet je, het gaat eigenlijk om die spanning, man. Die spanning op jouw kuiten. Als je die goed voelt. Ja, man. Dan gaat het sowieso goed komen. Ik voel een beetje een spanning. Met Woeselaar. Hij is een beetje boos. Komt goed, man. Nee, maar hij is goed, man. You got this, Gene! Hij is de hele tijd stil, maar ik weet zometeen in het water. Ja? Ja. Ik ben benieuwd, man. Oké, nou duidelijk. Denk ik, jij gaat als eerst. Denk er wel aan, dit is zeg maar wel jouw moment voor je team, hè. Dus zeg maar, je moet zeg maar een beetje oefenen en dan is het gelijk. Huts.
Hoe groot is zeg maar de kans, denk jij, dat, dat jullie team gaat winnen? Eerlijk zijn. Hoe groot? Ja, ik weet niet hoe Hoend ons gaat verrassen. Kijk, weet je wat het is? Ik ga even die balans zoeken. Ik ga het toch niet zeker zeggen, want jullie kunnen ook ineens met gekke dingen komen. Dus het is gewoon spannend. Het is fucking spannend, man. Zoals jullie kunnen zien, onze gasten zijn altijd heel blij om mee te doen met supergaande items en zo. Toch? Geweldig, hè? Ik snap niet dat Keizer zo vaak met jullie heeft meegedaan. Ja, maar die heeft ook niet zo'n goede carrière, die moet meedoen. Ik had dit niet verwacht, man. Shit. Go blijven. Oké, jongens. Loutje heeft om precies te zijn 85 seconden flyboard gestart. Dus 85 punten voor team van klasse. Ja. Shit. Oké, let's go. Volgende. Nu moet je zo hoog mogelijk. Tweeënhalf? 3 meter. Goed. Hij zegt 2,5, 3. We pakken gemiddeld 2,70. Nee, 3 meter, is goed. 2,75. Oké, Loutje, je mag eruit. Q? Ja. ze heeft het niet slecht gedaan. Nee, heb ik gezien, ja. Ze heeft 85 punten en dan ook nog eens 2,75 meter de lucht in. Ja. Dus ik weet niet hoeveel dat in totaal is, maar wel veel. Jij bent nu. Ik ben nu. Ik moet het over. Je moet iets doen. Goede start voor jou. Ja. Dat je nog wel. Je moet die voorzet geven. Ja. Alleen afmaken. Ik had ook afwoord gemaakt met tenen, want het is gewoon koud. Het is niet normaal koud. Seizoen 2 doe ik niks meer met de wedstrijd, man. Oké. We zullen het meenemen in redactieoverleg. Oké, hey, succes! Ja, thanks. You got this, ja? Hey! Hey! Hey, niet zo hard! Kom op, ba! Seizoensfinale! Ik kan goed verliezen, Q. Q, hey, niet luisteren, hè? Let's go. Got this. Mentaal voorbereiden. 3-2. Ik krijg je aan, dat is een kant! Hey Q! Kant. Benen strekken! Benen strekken! Koude zeehond! Kom op Q! Op zich! Q! Trek je been. Tering leeg. Ik ga zo stuk. Oude zeehond. Ja, Q. Q. Oh, dit is zo kut. Gaan we nou echt de finale verliezen, jongens? Is dit het? Je kan dit, QC, kom op! Shit. Ja, man, QC, kom op, man, kom op, man, kom op. Hey! Ja, man! Ja! 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 Tuurlijk! Lekker, Q! Voilà, ik ben trots op je! Ik ben onderkoeld, ik ben onderkoeld. Oh, jongens, dit is niet normaal. Oh, man. Wat gaat er hier door? Wat omheen gaan, dood alles, man. Je hebt wel, hey bro, je hebt wel goed gedaan, man. Ja, ik heb het volgehouden toch, je zag niet opgeven. Je hebt hoeveel, ja Mico, kom eens even met de tijd. Om precies te zijn 14 seconden. Oké. Dat is 14 punten. En 1 meter hoog, dus dat is nog 10 punten. Oh, nog 10 punten. Dus dat is 24 punten door elkaar. 24 punten. Maar ik vind wel dat ik Fatman punten erbij moet krijgen, man. Het is moeilijker als je Fatman bent. Dat heb Wild in het seizoen gemerkt. Weet je wat? 25 punten. 25 punten. Goed, ja. Dan gaat Boeselaar nu. Woehoe! Oh, het is koud, man!
Oké, jongens, ik heb gehoord dat ik ongeveer 3 minuten in de lucht moet blijven. Wil ik gelijk staan met ze? Of meer zelfs, ik weet het niet. Dat is super kut. Dus eigenlijk ga ik gewoon van Piet Jan Lul het koude water in. Ik heb dat tyfus koud. Maar ik ben wel gewoon zo sportief om ook koud te gaan leiden. Dus we gaan het gewoon proberen. En we gaan het toch zien. Okay. Oh! Ik kan zo in het water, toch? God, tyfus! Oh! Echt niet normaal koud. Ik moet poepen opeens. Bro, ik heb heel snel omgekleed. Teruggekomen om jou te supporten, man. Oh. Bro, ik moet wel eerlijk zeggen, je hebt het wel een beetje voor me opgefokt. Dan ga ik gewoon eerlijk zeggen tegen jou. Nee, ik heb gewoon eerlijk. Ik heb mijn best gedaan. Je hebt je best gedaan, maar je hebt het me moeilijk gemaakt. Nee, maar jij bent de alkunnende Nessim. Jij kan alles. Als er iets is wat niet kan, dan kan Nessim het wel. Motivation talk on the Sunday. Ik vind het echt koud, man. Ja, man. Knuffel me gewoon een beetje. Ik wil het niet zeggen, maar ja, ik vind het een beetje ongemakkelijk worden. Maar ik wil je zeg maar niet opfokken, maar het kan ook 10 keer kouder zijn. Oh, die water is echt koud, man. Ja, leuk, man, het gesprek. Leuk. Heel leuk. Je mag het water in, man. Tyfus. Het snuffel! Het is toch niet leuk, man. Pijn, man. Ja, man, dit is niet goed. Ik ken het, man. Ja, man. Ah! Lekker, man. Ik heb het best gedaan, man. We horen straks wel wat die punten zijn. Ja, bewaar het even. Goed, jongens. Zijn we al een beetje warm geworden? Jawel. Ik dacht echt dat ik dood ging. Ik dacht eerst dat jij je aanstelde. Ik denk, dat is alweer. Maar toen dacht ik van ja. Wow, ik heb een paar keer met de dood gevochten. Maar toen die voeten erin gingen al, hè? Voelde je bij die voeten al? Die mijn hoofd barstte uit elkaar. Ja, man. Ik had een soortige brain freeze ook. Dat ik dacht, hè? Woenslaag, had jij het ook koud? Ja, man. Maar waarom had je niet in het water van een 16 gespit? Dan kreeg het gewoon warm. Toch? Snap je? Maar ja. Maar ik dacht loutjes met mij, snap je? Maar... Sowieso. We hebben sowieso gewonnen. Ja, maar dat weten we nog niet. We hebben gewonnen. Oké, Jamico, kom erbij. Team Supergaande heeft 192 punten. Dat is niet slecht. Nee, dat is niet slecht. Hebben we goed gedaan. Ja. Waarvan 24 van jou? Ja. Luister dan. Ik heb de motoriek van een walrus in Alaska, bro. Wat verwacht jij van mij met heel dit seizoen? Team Supergaande heeft 192 punten. Ja? Team van Klasse heeft 217,5 punt gehad. Wat heb ik jullie gezegd? We hebben gewonnen. Snap je? We hebben gewonnen, man. Nou, we hebben gewonnen. Jij bent toch Nessim die alles kan? Je kon toch 30 seconden langer? Shit, man. We hebben gewoon de seizoensfinale verloren, man. Ja. Hebben we nou meer gewonnen of verloren? Ja, jullie hebben alles verloren eigenlijk. Weet ik niet. We hebben niet alles verloren, maar we hebben wel veel verloren. Oké, okay, jullie hebben 1 gewonnen. Oké, okay, jongens, 2. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, ja. Ja, gefeliciteerd. Hey. Voor de mensen thuis, willen jullie nou een seizoen 2 zien? Laat het eventjes weten. Oké, ik wil eventjes Flyboard Event en Flyboard Team bedanken voor natuurlijk deze mooie, koude dag. Ja. Het was leuk. Ja. En voor de mensen thuis, willen jullie een seizoen 2 zien van Versus? Laat het even weten in de comments. Seizoen 2 gaan we wel anders aanpakken. Ik ben het zat. Seizoen 2 gaan we alleen maar sporten doen waar dikke mensen goed in zijn. Worstelen. Gewoon zo. Lieve mensen, dankjewel voor het kijken. Jullie bedankt voor jullie komst. Alle deelnemers bedankt voor het meedoen aan Versus. En we zien jullie weer de volgende keer. Peace!